Goedendag, lezers van Memelijk Actueel. Welkom bij alweer de 22e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. En ik sta hier inmiddels in een bijna volledig blauwe, lichtblauwe, donkerblauwe winkel. Het is niet alleen gestuukt allemaal, maar het is ook voor een heel groot deel al geschilderd. De ramen zijn inmiddels vervangen. Niet overal, hier op nummer 6 moeten ze nog geplaatst worden. Maar het is in één keer een heel ander gezicht hier. En ook bij het entreeverhaal staan inmiddels de deuren klaar. Die moeten nog even geschilderd worden. Bij passende kleuren. En ook de deuren voor de andere vertrekken en ruimtes die staan klaar. Nou, de sfeer die altijd in het museum was, de authentieke sfeer, die komt nu weer helemaal terug. Details die zichtbaar zijn, kleurstellingen die gelijk zijn gebleven eigenlijk. En in de bakkerij is inmiddels getegeld en ook daar wordt volop geschilderd. Dus ook hier wordt het dan een heel ander gezicht. En hierboven is ook veel gebeurd. De ramen zijn geplaatst. En de muren zijn sausklaar afgewerkt, zoals het heet. Oftewel, die gaan binnenkort ook geschilderd worden. Voor zijn de ramen geplaatst. Dus je kan hier voor zitten. En op de eerste rang kijken wat er allemaal op de Nieuwstraat gebeurt. En dat is dus ook voor bezoekers straks, dus dat is nieuw. Grote ruimte, en u ziet dat er steeds meer kleur aan komt. En de sfeer van het Bakkerijmuseum er steeds meer weer in komt. Ik zal u laten zien wat dan volgende week allemaal weer gebeurd is. In de 23e vlog, dan zou ik zeggen... Graag tot de volgende keer.